specialisatie in paarden of ervaring met paarden. Wij hebben een centrum bij. En we hebben vanmiddag... We hebben een trainingscentrum voor paarden in Andorra. Wij hebben een klein trainings in de zaal, we dan krijgen ook de professionals. Meer en meer trainingen voor paarden. Ik werk voor Kruithof. Kruithof is een internationaal bureau. Niet het hele traject in van de hiërarchie, die wel een paard zijn zoals ze zijn. Maar als een paard dan klaar wordt, naar de mening, draait hem om. En ik kan zo zijn been op tillen. Ja? We hebben zo lang naar voren gehouden. En hij zou schoppen, is de kracht eruit. Ja? Je wil hem niet van voren, van achteren, van voren. Is de kracht eruit. Ja? Je wil hem niet van voren, van achteren, van voren. Positie voor de plaats. Iedereen? Ja, maar even je tegen ook. Kijk wat gebeurt. Nogmaals in vraag, notument. Heel de kiesstap naar de toe. Nee, maar waar kiest hij voor? Hij kiest voor een ander paard. Hij komt nu eerder de deur toe, hè? Of niks met mij. Hij weet al dat ik kom, dat zie je aan zijn lichaam. Hè? Dat is dan bij andere paarden, wetenschappelijk bewezen. Net als bij rode mensen die ook gevoelig niet kunnen zonder maar gevoelige aanraking hebben. Omdat een paard ontspant ook doorlopen en over deze plus. Want dan kan het een beetje makkelijk beginnen in de werk. Als je dan een keer kijkt en ja, dan moet je het stoppen. Dan ga je even de knap. Langzaam. Zet je even op het puntje van zijn staart waar hij uit zijn beeld komt. Dan weet ik dat jouw houding in de tekst in jouw energie. En nou wil ik even in de hand. Terwijl het echt niet normaal klinkt dat je dit doet. Stop maar even in de zin. Wordt in de hoek. Hij is toch hoor, dat maakt niet uit. Ik maak het ook. Dit doen. Hier bij een lekker rijtje.